Even de vergaderdiscipline voor deze digitale vergadering. De voorzitter bepaalt wie het woord heeft. Je spreekt via de voorzitter, ook digitaal. En in de vergadering is per fractie plek voor maximaal 2 mensen. Het is fijn als er maar 1 woordvoerder per agendapunt per partij is. Dinsdagavond vonden de Dordtse commissievergaderingen voor het eerst in Nederland digitaal plaats. Vanwege het coronavirus kan er niet meer in grote groepen bij elkaar vergaderd worden. En dus bedacht de Griffie van de gemeente dat er op afstand met behulp van videoconferentie toch vergaderd kon worden. Als we dus niet kunnen vergaderen, dan kunnen er ook geen besluiten genomen worden. En nu is het ook nog maar de vraag wanneer we echt besluiten kunnen nemen. Omdat je voor het nemen van een formeel besluit echt fysiek een vergadering bij elkaar moet roepen. Nou, dit wordt een commissievergadering. Ja. En daar worden geen stemmingen uitgebracht. Nee, er worden meer discussies gevoerd. Er worden geïnformeerd over nieuwe onderwerpen. Mevrouw van den Berg, wat was die andere vraag die nog niet beantwoord is? We hebben vanavond in de commissie Bestuur en Middelen een onderwerp over een burgerinitiatief bij de Berkenpoort. De heer Schalken. Voorzitter. Dank u wel. Is dank aan de initiatiefnemers voor hun uitleg. Bent u bang dat wanneer het pand wordt verkocht, dat u dan minder kans maakt? Want met een goed initiatief en een goede geldschieter, zoals u aangeeft, die wellicht ook wel gewoon een goede prijs wil bieden, maakt u wellicht toch zeker wel kans om dit initiatief te kunnen verwezenlijken. Ik snap uw vraag heel erg goed. Dus in principe zijn we niet heel erg bang voor andere partijen die eenzelfde soort plan zouden hebben. Maar waar wij wel een klein beetje angst voor hebben, is het feit dat wij gewoon een leuk plan hebben. En dat anderen ermee aan de haal zouden kunnen gaan. Dus al jouw mede-commissieleden, die zitten allemaal thuis? Ja. Als ze ergens heel rustig willen zitten, misschien in de bezemkast of zo. Dat is ook een van de redenen waarom ik buitenhuis ga zitten. Want ja, met kinderen om je heen en het feit dat ik de hele avond aan het praten ben. Als ik in een werkkamer zit en mijn dochter gaat op een gegeven moment slapen. Dan wordt ze er ook niet vrolijk van als ze haar vader heel de tijd nog hoort praten. Dus ik vind het voor mezelf een prettige oplossing, maar dat gaat natuurlijk niet voor iedereen op dat ze ergens anders ruimte kunnen vinden. Het is de raadsinformatiebrief over de zienswijze liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling Parkschap de Biesbos. Die hebben we eerder ooit op de agenda gezet, omdat we toen die raadsinformatiebrief nog niet hadden. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het nog wel een aantal weken duren. En als we op deze manier toch kunnen voorkomen dat er dadelijk zoveel onderwerpen zijn dat er heel veel zaken blijven liggen of niet verder ter uitvoering kunnen worden gebracht. Dan is het mooi dat we op deze manier in ieder geval de voorbereidingen kunnen doen. Ik hoor hier dat het geluid is weggevallen. Dus dat we even een technische schorsing krijgen om te kijken of we dat kunnen fixen.